Kom deze financiële valkuil als startend ondernemers. Want startend ondernemers opgelet, één van de grootste valkuilen waar je als nieuwe ondernemer tegenaan kunt lopen, is het onderschatten van je opstartkosten. Vaak lijkt het namelijk heel eenvoudig om te beginnen, maar de werkelijkheid is dat er talloze verborgen kosten op de loer liggen die je financiële planning flink kunnen verstoren. Heb jij kosten gemaakt voor de officiële start van je bedrijf, dus voordat je je hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, dan heb ik wel goed nieuws, want deze kosten mag je alsnog in je administratie opnemen zodra je bij de Kamer van Koophandel hebt ingeschreven. Bewaar de bonnetjes en facturen hiervan dus heel goed. Nog een extra tip, maak een gedetailleerde begroting van al je verwachte kosten. Inclusief vergunningen, marketing, inventaris, verzekeringen en houd natuurlijk ook rekening met onverwachte uitgaven. Wil jij nu meer weten over hoe je deze valkuil en andere financiële uitdagingen kunt vermijden als startend ondernemer? Lees het volledige artikel op ons blog thehappyfinancial.com/tips en zorg dat je goed voorbereid aan je ondernemersavontuur begint.